Welkom bij deze nieuwe video en in deze video gaan we de beste goals van het WK ooit namaken. En dat doen we vanaf 2010 tot en met 2022, dus je hebt 2010, 14, 18 en dan 22. Dus eigenlijk 4 goals gaan we namaken en we gaan beginnen met de goal van Özil, kijk maar. En dan gaan we door naar 2014 en dat doen we de welbekende van James Rodriguez, die ziet er zo uit. Alvaro Pereira hit by Hammers! Vervolgens gaan we door naar 2018 en dan doen we degene van Kroos. Een beetje teamwork. Die ziet er zo uit. Kroos, towards the far corner. En dan de laatste, die is erg ziek. Die is van Casimiro, laatste beurt tegen Zwitserland. Die ziet er zo uit. En dan gaan we nu beginnen met de eerste, Özil. Let's go. Eagles! Oké, kom de eerste kans aan. Eerste kans. Yo, pas maar. Ik moet hem aannemen met de stuiter, dus dat is lastig. Maar nu komt de eerste kans echt. Ja! Ik tel van. Dit was het, man. Op dag, ga weg van drinken. Moet om! Je moet om! Oh nee! Hij was aardig, maar hij moest iets meer aan de zijkant. Maar dat ging niet de hele tijd goed, kijk maar. De aannames gingen vaak fout. Weet je wel, wat is dit? Oh. Jammer, Sam. Ja! 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 Nee! Ik ben zoet! Nee, ik raak helemaal verkeerd! Ja. Oh, wat een goal! Maar het telt niet. Ja, niet goed. Ja, niet goed. Oh, nee. Ja. Ja. Nee. Die had toch alweer de close! Die had echt close, hè? Kom op! Voel hem! Hey, ziel! Ah, perfect! Mooi! Ah, ik denk dat het is koud! Ja, je was slecht. Net hebben we meestal Özil gedaan en die lukte wel aardig, toch? Ja, we vonden hem goed genoeg. Hij was best wel, hij was prima. Hij was gewoon, het ding is met dit net, en oprecht, ik lieg niet. Ja, nee. Dit net, als zit ik met een kruis, dan zie je het niet goed. Dat is oprecht geen smoesje. Dat is echt serieus, hij toch? Ja, dat net is echt slapper dan je oma's huid, zeg maar. Ja, en die is slap. Ja. Dus daar kunnen we niks aan doen. Maar nu gaan we door naar James Rodriguez. Ik ga hem gooien op Tommy. Hij net als borst aan de schiet en het is onze onderbeurt of ik ga schieten. Maar in ieder geval, we gooien hem op, borst aannemen en schieten. Eerste kans, komt hij aan. Ready? Ja. Hij net hem aan, hij schiet gelijk. Ja, first try. Aanname, hij schiet. Oh, zijn geest heeft geschoten. Hij komt voor. James Rodriguez in de baan, hij schiet. Oh, oh. Ja. Nee. Dat is al zo pijnlijk, dan schiet je goed, gaat hij met de lat over. Ja, dat is echt een L. Dat is zo L. Toen kregen we een wissel en de aanname op de borst was eigenlijk over het algemeen, ging het bij allebei goed. Alleen de voordies waren gewoon niet zo goed, weet je. Net niet goed genoeg de hele tijd. Boom! Nee, die gaat wel. Well, we hope. Kom maar, deze wordt hem! Wordt hem! Deze wordt hem! Als deze opzij was, perfect geweest. Ja, dat is latin. Die was echt perfect geweest. En daarna ging ik denk ik schieten. En dan gebeurde dit. Weet je, met de 40's gaat het of goed, of helemaal naar Amerika. Top Wim, man. Nee!
Jongens, ik heb geen idee wat Lirio aan het doen is, maar dit deed hij de hele dag. En ik had het ook al door, alleen ik was het vergeten. En nu zie ik het weer, wat is dit? Dus als jullie Lirio tegenkomen, doe het dansje, want dit is zijn dansje. Ready? Ik ben er goed, ja. 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 Kom op. Dat is echt zijn dat zijn. Ga maar door. Ga maar door. Kom op. Ja. Die gaat echt perfect. Ik raak er zo goed. Ja! 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 Wacht! Kom op, alsjeblieft, is dit hem! We hebben teruggekeken, maar jij was keeper. Hij was niet het beste, maar hij was wel was hij maar goed genoeg. Hij was zeker goed genoeg, ik zeg het je eerlijk. Onze derde divisie keeper had hem ook niet gehad. Dus. Jason had hem ook niet gehad? Jason had hem ook niet gehad. Oké, dan tellen we hem gewoon. We tellen hem? Ja, we tellen hem. En nu gaan we door naar? Pavaartje. Pavaar of Kroos? Ja, we gaan stemmen, wat gaan we doen? Wat gaan we nu doen? Ja, ik stem voor Kroos. Kroos? Ik stem voor Pavaar. Komt het aan mij neer, maar ik kies dan wel voor Kroos. Ik kies voor Kroos, dus dan gaan we Kroos doen. Dit hier is Kroos. Dat is Kroos. Hij gaat naar mij passen, ik leg hem terug. Hij ziet hem erin. 2018, en daarna moeten we nog doen. Casemiro. Ja, die gaat leren, die gaat leren. Net niet, hè? Hier zie je ons keeper ook even in actie. Kijk eens aan. Helemaal niet bang voor de bal als je het dacht. Ja! Oh, hij daalt niet. Ja! Hoge man. Ben je klaar? Goal! Ja! Oh, die was perfect! Yes! Yes! Ik kan het! Yes! Let's go! Ja! Ja! Oké, we gaan die van Casemiro doen, dus let's go! Casemiro! Casemiro, hij schiet hem! Casemiro aan! Hij schiet hem! Oh, Zwitserland! Hij scoort! We gaan altijd schieten vanaf nu! Dit was de video, we hebben 4 goals nagemaakt en vond je het goed of niet? Ja, redelijk. Best snel. Ja. Wel redelijk. Wel redelijk snel. En je moet ook beseffen, we hebben maar 2 accu's, hè, dus we hebben het wel snel gedaan. Ja. En ze waren wel gewoon goed. Laat het weten dat jullie ook goed vonden. En zien we de volgende keer weer. Like je. En dan tot de volgende keer. Zie jullie later, boys. Doei.